als directeur van Landschap Overijssel ben ik blij dat we hier met z'n allen staan. Want we gaan vandaag iets doen wat voor ons nieuw is. Dat is namelijk, we gaan de schapen de berg afhalen. Hebben we nog nooit gedaan. En we waren ook aangenaam verrast toen we een aantal weken geleden dit aankondigden. Dat binnen een dag alle 250 kaartjes weg waren. En we dachten, goh, we hebben een groot succes. Nou, dan ga je als directeur natuurlijk zeggen, kunnen we niet 2 of 3 keer die kunnen van de berg afhalen? Nou, dat hoort natuurlijk niet. Maar ik ben blij dat u allemaal hier bent gekomen in zulke grote getalen en getuige bent van iets nieuws en ik hopelijk ook iets leuks. Want vanmiddag hopelijk gaan we ook genieten van de natuur, deze prachtige Lemelenberg. Dus we gaan zo op pad en ik wil eindigen met een groot applaus voor onze headers. Want zij zijn vrijwilligers die bijna dagelijks, wekelijks bezig zijn. Dus even een groot applaus voor onze headers. Dankjewel. En wie neemt ons mee, Maya? Oh, ik hoor een bel. Ja, we gaan achter bed aan. Ja, we hebben hier dus de schaapskudde van Landschap Overijssel. We zien hier nu rondom om mij heen 244 dames. Ja, we hoeden gewoon dagelijks door tot er met echte dik pak sneeuw gaat vallen. Of dat, als dat zou gebeuren, dan moeten we noodgedwongen even bij de schaapskooi blijven om ze bij te voeren. Maar normaal gesproken gaan we gewoon elke dag met de schapen en met de vrijwillige herders, ons team vrijwillige herders, gaan we dan de heide op om deze te begrazen en te onderhouden. Want ze knabbelen en ze vreten 8 uur continu door van boompjes en grasjes. Dus als je hier een paar jaar lang geen schaapskudde zou hebben, dan heb je binnen een enkele jaren heb je zo weer een bos dat de jonge boompjes weer opkomen. Dus daar hebben wij onze schapen eigenlijk voor de, ja, dus wij zeggen al onze levende maaimachines. En als je 8 uur buiten bent geweest, dan heb je ze echt voor de hele dag ook verzadigd. Kijk, we staan hier nu eventjes, we zijn onderweg naar onze donateurs inderdaad. Onze kudde wordt echt van de berg afgehaald om onze donateurs ook te bedanken dat ze ons een gift geven en dat ze hun straks ook kunnen genieten van onze schaapskudde. Wij herders genieten de hele dag van onze kudde en ons terrein. En wij vinden ook altijd ontzettend mooi dat het publiek, en vooral natuurlijk onze donateurs, dat die daar ook van kunnen genieten. Dus daar willen we graag extra werkjes voor verzetten en extra loopje voor maken. Dus wij willen zo op deze manier eigenlijk ook onze donateurs bedanken dat ze ons natuurlijk steunen. Zo kunnen we ook met herders de heide blijven begrazen. Dus we zijn dus nu onderweg naar onze donateurs dan en we houden even een pitstop. Dus ik geef het stokje graag als we bij de bezoekers komen aan Willem over. Nou, ik wou even namens alle vrijwillige herders ook alle donateurs bedanken. Want alle herders zijn altijd heel blij dat ze hier lopen. Maar zonder kudde is het hier niet fijn lopen. Want zonder kudde mag je niet van het padje af. En wij mogen met kudde van het padje af. En dat is mee dankzij de donateurs van het Landschap Overijssel. Dus dank daarvoor en we zien elkaar straks. Dus we hebben best wel makke schaapjes, omdat we er rustig mee omgaan. We hebben geen vervelende bijthonden, dat scheelt ook. En schapen gaan vangen in de schaapskooi, dat doen wij ook nooit. Daar worden ze ook bang van, in de kooi gaan vangen. Thank you.
loopt het paadje dicht, dan wordt het lastig voor. Dames en heren, ga je even iets aan de kant en de schapen er tussendoor kunnen. Even iets aan de kant dat Willem zijn werk kan doen. Even iets uit de schapen en de schapen. Even iets uit elkaar en de schapen er door kunnen. Ja, zo gaat het beter. Zo gaat het. Iets uit elkaar. Het zal eerder in de wollen, hoor. Daarom hebben ze ook wollen, hè. Ja, dit is een prachtige dag hier. Het feit dat we de schapen naar beneden aan doen met 250 donateurs. Als Landschap Overijssel hebben we er ruim 9000. En ja, dat is heel belangrijk voor ons, want dat zijn mensen die het voor ons mogelijk maken om nog meer aan de natuur, het landschap en het erfgoed van onze provincie te doen. Dus ik krijg iedereen maar aanraden om donateur voor 2,50 per maand. Nou, dat is bijna niks. Steunt u ons actief en kunt u dit soort activiteiten mogelijk maken, maar kunt u ook aanwezig zijn. Dus donateurs zijn belangrijk. Als Landschap Overijssel hebben we heel veel medewerkers. Die lopen over het algemeen op 2 voeten. Maar we hebben ook wat 4-voeteren als medewerkers. Dat zijn onder andere schapen. We hebben ook trouwens koeien. Maar deze schapen zijn wel heel bijzonder. Daar hebben we er een paar 100 van. En die lopen onder andere op de Lemelenberg en zorgen dat de heide vrij wordt van gras en andere opslag, noemen we dat. Kleine boompjes die aan het groeien zijn. Zodat de heide zich heel mooi kan ontwikkelen. Dus we zijn eigenlijk hartstikke blij dat we deze medewerkers hier hebben. En vandaag hebben we ze naar beneden gehaald. En na wat rust gaan ze straks in de lente weer de berg op.